Welkom bij Solely Vegan Lifestyle. Ik ben Iris, ik ben sinds kort begonnen met vloggen en ik wil graag mijn weg vastleggen naar het worden van een stewardess. Oké, ik zit op de fiets. Het is nog geen 6 uur. Eerste sollicitatie. Nou, mijn wekker ging om 4 uur. Ik heb het eerste half uur niks gehoord van mijn wekker. Maar gelukkig ruim op tijd. Haartjes vast. Netjes jasje, blouseje, broek, pumps. Zal ik zo meteen nog wel allemaal laten zien. En op naar de trein. Jongens, ik heb gisteren mijn eerste sollicitatiedag overleefd. Ik kan jullie nu al vertellen dat ik in ieder geval door ben naar de laatste ronde. Dus mijn geluk kan niet op. Ik heb echt zenuwen gehad gisteren. Ik was er heel vroeg, om 8:30 op Schiphol. Maar dat is heel fijn. Ik werd ontvangen met een groep mensen en daarmee ga je eigenlijk een beetje de dag in. En ik moest dus gisteren een Engels gesprek doen van 10 minuten. En een groepsgesprek waarin je met een groep van 10 mensen ongeveer in een ruimte gaat zitten. En waarbij er allemaal vragen worden gesteld. En eigenlijk wordt gekeken naar hoe dat je in een groep bent. Of dat je heel erg naar voren treedt. Of juist heel erg terughoudend bent, geloof ik. Maar goed, daar kun je eigenlijk geen pijl op trekken hoe dat is gegaan. Iedereen is super zenuwachtig, maar iedereen wil het ook heel graag. En eigenlijk heb ik echt heel leuke mensen leren kennen. Mensen met al ervaring, mensen die ook net nieuw zijn of net afgestudeerd zijn. De een is 50, de ander is net 21. Het is echt heel gevarieerd, maar eigenlijk allemaal sociale mensen. Dus ik ga me de aankomende week heel erg voorbereiden op wat mij te wachten gaat staan volgende week. Dat zal een diepte-interview zijn van een half uur, drie kwartier. Dus dat zal nog wel pittig worden, maar ik ben heel erg blij. Nou, onderweg naar Schiphol. Er zijn allemaal vertragingen met de trein, dus ik heb mijn moeder zover gekregen. Ik ben daar straks 2 uur te vroeg, maar dat maakt niet uit. Ik ben benieuwd. Ik heb zojuist mijn tweede gesprek gehad om stewardess te worden. Ik moet zeggen, het is pittig en het is spannend en je bent zenuwachtig. En ik was er 2 uur te vroeg, dus je ziet iedereen die zenuwachtig is te wachten en die worden opgeroepen en ondertussen zat ik nog steeds daar. Nou had ik het geluk dat ik een half uur eerder op gesprek mocht. Dus daar ben ik heel blij om en ik heb er een goed gevoel over, maar ik durf er echt niks over te zeggen. Het kan echt alle kanten op gaan. Dus het is nog echt even spannend. Ik hoop dat ik deze week positief bericht krijg. Dus, nou ben ik
aan het wachten op reactie. Ik ben nog steeds aan het wachten op reactie. Het is nou 5 werkdagen geleden. En er zit dus een weekend tussen. Dus ik ben al een week aan het wachten op bericht van de vliegmaatschappij waar ik voor wil gaan vliegen. Dus ik zit mijn mail iedere seconde te refreshen. En ik heb nog nooit mijn post zo goed in de gaten gehouden. Maar goed, dat terzijde. Mijn vrienden, die leven dus ook heel erg met mij mee. Dus nou heb ik afgelopen weekend zo'n lief pakketje gekregen van een vriendinnetje van mij. Dat ik eventjes wil laten zien wat ik allemaal heb gehad. Oké, jongens, zometeen ga ik mijn postvak openen. Ik ben al heel de dag hyper, want ik ben aangekomen! Dus zometeen komt het moment dat ik eindelijk geen leeg postvakje ga vinden, maar een postvakje met de brief erin. Oké, jongens, de sleutel waar het allemaal om draait. Gaat nu. Oké, nou. Jullie hebben dus gezien dat ik mijn brief uit het postvakje heb kunnen halen. Ik ben zo blij. Ik ben dus aangenomen. Na precies 10 dagen wachten heb ik dus de verlossende mail en brief gehad. En nu is het medische keuring en afwachten op een veiligheidsonderzoek. En als dat allemaal goed is, dan word ik vanzelf een keer gebeld om te gaan beginnen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar mijn filmpje. Dit was de eerste van hopelijk vele. Dus als je meer wilt zien van mij, abonneer je vooral op mijn kanaal of blijf drukken op play van mijn filmpjes. Ik hoor heel graag jullie mening. En tot snel! Dus. Oh, ik? Ja. Ik ben aan het filmen. Ik ben pas sinds kort deze vlog begonnen. En ben al redelijk door wat. Wacht even. En ik wil op het moment vloggen over. Nee. Dus ik ga mijn best doen om meer unicorn te zijn.